Dames en heren, we praten vandaag op deze eerste dag van het jaar 2022 met de president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. En natuurlijk als u denkt dat ik met hem ga praten, dan krijgt u hoogwaarschijnlijk het gevoel dat we gaan praten over IMF, we gaan praten over Oppenheimer, we gaan praten over herstelplan, we gaan praten over alle mooie economische zaken. Maar dan denk ik dat ik u vandaag ga teleurstellen. Want ik ga hem geen vragen daarover als zodanig stellen. Als hij het zichzelf misschien wat wil zeggen, zeg ik prima. Want hij is de president, hij is de nummer één man. Hij mag wel inbreken als hij wil. President, welkom. Nog een Happy New Year aan u toegewenst. Aan u en uw familie. En mag ik u alvast het beste toewensen. En veel succes met al uw wensen. En hopen dat uw wensen in vervulling mag gaan voor dit jaar. En welkom in Kala Jorkel. Dank u wel, heer Farid Pirgan. U ook een gezegend nieuwjaar toegewenst, volk van Suriname, alle luisteraars, een gezond, gezegend 2022 allemaal toegewenst. Het wordt een beter jaar, het wordt een mooi jaar. Geweldig, maar president, ik ga u nu vragen over economische aangelegenheden. Iedere morgen staan miljoenen mensen op, miljoenen mensen maken zich klaar om aan het werk te gaan, om naar hun verplichtingen te gaan en zo moet u dat ook gaan doen, want u moet werken voor het land. Maar iedere morgen, dan moet u wel iets eten en we noemen dat breakfast, oftewel ontbijt. Wat gebruikt u als u 's morgens wakker wordt? En by the way, hoe laat wordt u wakker? Laat me dat eens vragen. Ik word, bedankt Farid, maar laat me toch een opmerking maken. Natuurlijk hopen we dat alle personen miljarden mensen in de wereld een gezond breakfast kunnen gebruiken, maar helaas is dat niet zo Farid. Er zijn nog veel landen, heel wat delen van de wereld, waren nog oorlogheers, maar ook waren geen oorlogheers. Is er voedsel tekort, is er schaarste, is er armoede en die mensen kunnen helaas geen breakfast gebruiken. Dus wij moeten in Suriname toch van geluk mogen spreken dat we in staat zijn om breakfast te gebruiken, alhoewel het heel moeilijk is geweest voor vele mensen. We moeten onze best doen, omdat die breakfast niet alleen een maaltijd is, het is de start van de dag. En ga geen geweldige dingen zoeken, Farid. Ik heb gelukkig fruit in mijn tuin en ik koop regelmatig Surinaams fruit. Dus 's morgens word ik vrij vroeg wakker. Ik kan niet lang slapen, dat is eenmaal de biologische klok die in mij is afgesteld om elke dag 's morgens wakker te worden. En in het verleden, moet ik eerlijk toegeven, heb ik het een beetje verwaarloosd. Bij de politie, door Arokko, stress, ook als minister, dan skip je even, alles is rush, rush, rush. En daar ben ik een slachtoffer van geworden, ja. Ik ben twee keer heb ik klachten gehad van mijn maag en allemaal met als diagnose. Niet op tijd eten. En dat was die medicijn die de doktoren me gaven. Ga meer discipline inbouwen in jouw maaltijden. Sinds die ben ik begonnen. Strak discipline. Gebruik je ontbijt. Al is het maar een fruit. Al is het maar een glaasje melk. Al is het maar een broodje. Ik gebruik elke morgen. Wat ik gebruik, Farid? Wat gebruikt u? Want kijk, het is 7 dagen per week. Het is een heel jaar. En ik ben benieuwd wat je 's morgens als je wakker wordt van, wat is er op tafel? Ik hou van variatie. Ik hou van variatie en gelukkig heb ik een dienst die ook heel vroeg thuis komt. Dus die begint me alvast te helpen. Maar zo weet ik, hou van variatie. En liefst een paar keer per week vegetarisch. Dat is ook belangrijk om jouw balans te brengen in jouw lichaam. Maar het is gevarieerd. Soms is het gewoon een gebakken ei, soms een gekookt ei. Een broodje met fruit, zoals advocaat, is heerlijk. En ik ga altijd in de koelkast. Ik ga in de koelkast kijken. Maar president, even serieus. Maar is dat niet een keer voorkomen dat Amy Wiki, ik wil gewoon een roti hebben, man. Ik wil ook een nasi hebben. Ja, dat wist ik liever in de middaguur of in de avonds. Maar in de ochtend is voorgekomen dat je zegt, ik word een keer wakker. Ja, ik moet wel een roti door mijn keel slijten of een nasi. Ja, laat mij eerlijk toegeven. Soms kijk ik in de koelkast en ik zie inderdaad nog lekker eten daar. Maar ik probeer me niet te laten verleiden. En ik ga zeggen, waarom?
Want ik heb, sinds begin van deze maand een persoonlijke coach. En die coacht me in de training en afname van mijn gewicht. Ja, ik ben een beetje toegenomen, ja. Nee, niet een beetje. Die potjes zijn een heleboel toegenomen, we zien het hoor. nee, niet een beetje. Die mensen zien het ook, hè. No. Maar het is goed dat je dat als buitenwacht ook opmerkt. Maar het is goed dat we bij het intreden van het nieuwe jaar, vandaag, 1 januari, toch nog commitments met elkaar kunnen maken. Afspraken met jezelf. En dat is de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Hou rekening mee met matigen van je voeding. Kijk hoeveel calorieën je nodig hebt. En zorg ervoor. En dat is de afspraak die ik gemaakt heb. Eerste kwartaal van januari. Ik heb tot april die afspraak gemaakt. Moet ik zeker 10 kilo's hebben losgelaten. Het is een zware training. De tijd is heel weinig ervoor. Maar ik doe mijn best om in ieder geval het programma te volgen. Het gaat met fysieke trainingen. Het gaat met rekenen houden met je voeding. Maar ja, wat moet je doen tijdens kerst, Farid? Ja. Oudjaar, nieuwjaar in Suriname. Het is overal ga je lekker eten en lekker eten en lekker eten. Ja, ik heb even een paar dagen een beetje gezonder. Ja, dat moet ik toegeven. Ja, maar dat is niet erg. Iedereen doet het bijna. Ja, en u mag dat met best ook wel. Maar hoeveel kilo wilt u gaan afvallen? Want kijk, iedereen heeft voornemens in het nieuwjaar. Ik heb een beetje te veel gegeten, weet je. Iedereen doet dat over het algemeen. Maar wat is uw streep? Hoeveel kilo's, pondjes moeten er van af? Ja, kijk, die coach die kijkt naar mijn vetgehalte. Die kijkt naar mijn spierontwikkeling. Die kijkt naar mijn, hoe noem je dat, BMI. Dat zijn allemaal figuurtjes, statistieken die daar komen. Uiteraard gewicht is ook een belangrijke rol. Dus ik wil op basis van mijn BMI namelijk komen tot in de buurt van min 10 kilo's. Dat is veel, hè? Ja. Dat is veel. En jullie gaan me controleren. Ja, want we gaan het zien, toch? We gaan het zien. Maar laat me even terugkomen. Maar plotseling gaat me zeggen, de president is ziek, hij is mager geworden. Oké. Laten we gevoelsmatig positief blijven denken dat het goed komt. Okay. Maar ik wil even terugkomen op die breakfast. Toch even terugkomen op die breakfast. U hebt een geregelde schema. U werkt soms tot 3 uur in de ochtend, 4 uur in de ochtend. Dat kan het zijn 8 uur 's avonds. U hebt geen vast patroon. U werkt geen 7-7 of 7-3. Maar het kan ook voor zijn dat u een keer heel, heel vroeg in de ochtend komt. Dus is die breakfast wel op een vaste tijdstip of is het soms ook ontregeld? Het kan soms ontregeld raken, maar ik heb één regel daarvoor. Ik neem mijn voeding mee uit huis. Dus alles wat ik gebruik in de middag hier op het kabinet en 's avonds, want ik werk tot 11, 12 uur 's avonds, ik neem mijn voeding mee. Maar ja, af en toe heb je vergadering, dan komt het personeel met een klein hapje en soms een patatje en soms iets. Soms, je weet, en dan doe je even mee. En dat is niet goed, omdat je standaard voeding hebt meegenomen vanuit huis. En er wordt heel sterk gelet wat voor soort voeding ik meekrijg. Maar dat doe ik al sinds mijn aantreden. En ja, als ik die breakfast niet kan gebruiken, dan neem ik het mee. Mm. En als ik op werk ben of als ik even klaar ben met mijn eerste vergadering, pak ik snel. Maar ik probeer toch die breakfast te gebruiken, omdat ik gemerkt heb dat het wel voordelen heeft in relatie tot die eerdere ervaringen waar ik systematisch die breakfast ging skippen. En dan merk je ook dat je daarvan last begint te krijgen. Ja, oké, president. Ik wil gebruik maken door u veel succes toe te wensen dit jaar. We gaan nog meerdere uitzendingen met u waarschijnlijk dit jaar doen. Dan zullen we over economische aangelegenheden praten. Maar ik geef de floor nog aan u als u iets wilt te melden aan die samenleving. Ja, dus we willen naar een gezond jaar. Dit jaar moet een gezonder jaar worden voor de economie, voor de economische ontwikkeling, voor het uitvoeren van projecten. Maar het moet een gezonder jaar worden voor het volk van Suriname. Daarvoor gaan we als regering beleid maken. Dat de koopkracht gaat toenemen. Als de koopkracht achteruit gaat, gaat men minder kunnen spenderen, minder kunnen eten, minder gezond ook eten. Wij moeten ervoor zorg dragen dat de salarissen zodanig niveau gaan bereiken, step by step, dat de koopkracht daardoor versterkt wordt, dat men inderdaad daarmee goed leven kan hebben thuis.
Aan de andere kant is het goed namelijk dat we naar een healthy lifestyle gaan. We hebben recentelijk daar in de buurt van een academisch ziekenhuis de straat afgesloten als ze zijn een safe exercise area. En dat moet in alle buurten komen. De minister van Volksgezondheid gaat dat doen met de politie en andere organisaties zoals de districtscommissariaten en de districtsraadsleden. Alle buurten moeten dit op een vaste dag en een vaste tijd hebben. De mensen gaan bewegen, wandelen, lopen, trimmen, omdat daar het afgebakend is. Het is veilig en je loopt in groesverband, je hebt communicatie. Dat is nodig voor het volk van Suriname. Wij gaan in ieder geval die faciliteiten brengen. Ik zal ook vaker meedoen. Dus vanuit deze plaats roep ik een ieder op, namelijk gaat u ook gezond leven. Kijk naar welke voeding u gebruikt. Houdt u rekening mee, namelijk dat door gezond te leven u minder naar de dokter hoeft te gaan, minder medicijnen gaat gebruiken en u gaat zich ook lekker voelen. Ja. Parit, voor jou, voor ieder, alle medewerkers van RBN, alle luisteraars, totale volk van Suriname, een gezond 2022 toegewenst. En ik als president van het land zal alles doen om te zorgen dat we gaan naar een gezonde samenleving en een gezond land. Ja, president, hartelijk bedankt. Veel succes en goede gezondheid aan u en uw familie en u, al uw medewerkers om u heen toegewenst. Thank you. God bless you all. Dames en heren, we praten met Wendy Somo Di Harjo. En een van de redenen waarom we met Wendy gaan praten is omdat tegen eind van het jaar, zo de afgelopen dagen, vele mensen extra meer hebben gegeten dan normaal vanwege de feestvreugde, al dan niet kunstmatige feestvreugde of dan niet echte feestvreugde. En dan tegen eind van het jaar, zoals de afgelopen dagen, zullen veel mensen bij elkaar hebben gezeten. En dan zullen die mensen tegen elkaar hebben gezegd, oh help me, ik ga naar de gym, ik ga lopen, ik moet afvallen, want ik heb te veel gegeten, ik heb een heleboel pondjes bijgekomen. En we gaan Wendy vragen van, wat moeten al deze mensen doen? En by the way, Wendy, nog het beste voor het jaar 2022. En ik hoop dat het goed met jou en je familie mag gaan. En welkom. Dank u wel. Dank u wel, meneer Farid. Ja, ook voor u een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Dat hebben we allemaal nodig. En inderdaad, in het kader van gezondheid ben ik vandaag in uw programma. Dank u wel. Ja, ja, dus u gaf inderdaad aan dat gisteren en de afgelopen dagen de meeste mensen zich behoorlijk te goed hebben gedaan aan eten en drinken. En gebruikelijk het als het nieuwjaar begint, zoals vandaag, dat je dan voornemens hebt voor het nieuwjaar. En dat mensen inderdaad zeggen van oké, ik moet wat gaan doen. Ik moet wat gaan doen aan mijn gezondheid. Ik moet wat gaan doen aan mijn gewicht. Maar ik zeg altijd, en ook zeker in mijn dichtbijzijnde omgeving, maar ook aan de klanten van, het zijn allemaal voornemens. En meestal tegen einde van januari hebben ze die voornemens al eigenlijk weggedaan. Zijn ze al vergeten, want dan zijn we weer in de maalmolen van het dagelijks leven. Wat zouden we moeten doen, want het is ook voor mij, het geldt ook voor ons allen, is dat we eigenlijk moeten nagaan van hey, wat heeft 2021 ons gebracht? Wat zijn eigenlijk die gewoontes, en met name dus eetgewoontes, leefstijlgewoontes, die geleid hebben dat ik ben aangekomen. Want ik bedoel, in een week kan je hooguit een kilo of twee aankomen. Maar het gaat om, wat doe je dagelijks? En een van de zaken is om na te gaan van, wat zijn eigenlijk gewoontes die ik zou willen veranderen in 2022? Om ervoor te zorgen dat ik me veel beter ga voelen, dat ik me gezonder ga voelen en natuurlijk in de long run een beter gewicht ga hebben. Ja,
Maar even voor we naar het beter gewicht gaan, heb je ook extra gegeten de afgelopen dagen? Nee, want als ik dat waarom doe... Waarom niet? Hoe komt dat? Het heeft te maken met de keuze. Ik heb de afgelopen 3 jaren heb ik bewust gezegd van, hey, zeker met het hele COVID gebeuren, dat ik geniet, maar met mate. Tuurlijk eet ik iets lekkers en vandaag staat op het nieuwjaarsmenu staat er een lekkere pindasoep. En daarvan gaan we genieten. Maar het is to indulge yourself. Het is het overeten. En ja, vaak is het zo dat als we een behoorlijke stressperiode achter de rug hebben, dat we onszelf trakteren met too much. Right. Oké, by the way, dames en heren. Wendy is diëtist. Dan weet u dat ook, waarom ik ook al met haar praat. Maar Wendy, vele mensen zullen denken van, weet je, ik ga afvallen, ik ben een paar pontjes bijgekomen. En ze stoppen plotseling met eten. Ze zeggen van, weet je, ik ga vanaf vandaag niet eten, zodat ik direct 5 kilo kan afvallen. Moeten ze dat doen? Nee, dat is jezelf verhongeren. En dat, ja, tuurlijk, je kan het doen. Het is een keuze die je maakt. Maar ik zou dat niet adviseren. Ik zou zeggen, weet je, begin met voldoende te drinken, water. Dus laat alle zoete dranken weg. En begin gewoon voldoende water te drinken. En zeker als je gisteren en de afgelopen dagen heel veel alcohol hebt gebruikt. Alcohol droogt ons lichaam enorm uit. Los van dat het extra calorieën zijn. Begin voldoende water te drinken. Om je lichaam te hydrateren eigenlijk, toch? Dat is 1. Wat zou je de komende 2, 3, 4 weken kunnen doen in januari is eigenlijk de juiste kwalitatieve goede voeding te gebruiken. En dan kom ik weer terug op groente en fruit. Begin dat dagelijks te gebruiken. Begin producten te gebruiken die niet te veel verwerken. Want de afgelopen week hebben we waarschijnlijk heel veel lekkere zoete dingen gebruikt. Heel veel vlees gebruikt in de zin van snacks, barbecue, noem maar op. Dus leave those things behind en zorg ervoor dat je eigenlijk back to the basics gaat. Oké, maar ga je wel eerlijk zeggen, de afgelopen dagen heb ik extra ook gegeten, oké? Ik weet niet of het komt door gierigheid, hebberigheid, maar ik heb er wel gebruik of ze wil misbruik van gemaakt. Dus ik ga het ook echt niet doen alsof ik het niet heb gedaan. Maar ik kijk wel uit naar die pindasoep die je straks gaat gebruiken. Ja, ik wil 2 jaar, maar kijk, sommige mensen zeggen, ik begin vandaag, maar weet je wat, ik wacht op die pindasoep, dan begin ik 2 januari. Is dat ook goed? Want mensen zeggen, ze beginnen 3. Wanneer moeten ze eigenlijk beginnen? Nu, vandaag, begin vandaag. Of vandaag? Oh, ik bedoel... Waarom 1? Ik bedoel, 1 hebben we nog wat... Gaan we op familiebezoek? Ik bedoel, kunnen we niet op 5 januari beginnen? Of 6? Nee, why wait? Why, waarom moet je het uitstellen? Als je echt committed bent en zegt, oké, I want to do it. Start with something small. Begin 1 klein ding te doen. Ga vandaag naar je familie. Geniet met je familie. Wees voorzichtig. Maar bijvoorbeeld net wat ik zeg, drink geen zoete dingen dan. Neem gewoon water. Maar Wendy, even serieus. Ja. Kijk, vandaag is 1 januari. I know. We kennen onze kondremans, we kennen onszelf. En de gemiddelde Surinamer, als hij voeding heeft, terwijl hij zit te eten, begint hij al te zeggen en te praten, wat gaan we morgen eten? Terwijl ze nog eten, zeggen ze, wat? Sawayan, Tamara. Maar ik bedoel, zou 2 januari geen leuke start zijn? Elke dag is de juiste dag om te starten. Ik ben zo iemand van boter bij de vis. Ja. Start the day. Als je uitstelt, dan heb je eigenlijk meer een wens. En die tipping point, het moment dat je iets gaat doen, is het moment dat je eigenlijk dat besluit hebt genomen. Omdat onze gedachten, onze mind is very tricky. Is net wat u zegt. Ja, maar vandaag is 1 januari. Excuus. Morgen is 2 januari. Ik heb nog niet alles in huis. Excuus. Nummer 2. Weet je, is weekend. Maandag ga ik beginnen. 3 januari. Maandag komt aan. Hey boy, ik voel me nog belabberd van 1, 2 januari. Ja. So, we stellen dat steeds uit. En
Dat is een van de gewoontes, uitstelgedrag, dat vaak maakt dat mensen ook niet het doel bereiken om af te vallen. Een van ze. Toch? Dus ik heb zoiets van start, maar start met één ding. Maak een keus, iets wat haalbaar is. Wat zou u, voor u haalbaar zijn vandaag om te zeggen, oké, ik start vandaag. Wat zou voor u haalbaar zijn? Oké, weet je wat? Wendy, ik vind je adviezen geweldig, maar om je eerlijk te zeggen, ik ga maandag beginnen, oké? Oké, ik ga niet zeggen omdat ik met je praat vandaag, dat ik straks ga rennen en dat ik straks ga beginnen af te vallen. Nou, even serieus. Ik ga wel maandag beginnen. Maar hoe is 2021 geweest met mensen die je hebt begeleid? Oké, en mensen zijn eigenlijk pas als ze een aandoening hadden, als ze COVID-positief waren geweest, of dat er een diabetes werd ontdekt, of dat er andere onderliggende zaken waren, werden ze wel iets bewuster om iets aan hun voeding te doen. En dan was men ook bereid om veranderingen te brengen, omdat men het gevoel had van, I can do something about it. En dan heb je aan de andere kant heb je ook mensen gehad die zeiden van, weet je, gezond eten is te duur. I can't afford it. Je praat wel heel makkelijk wen om te zeggen, je moet gezond eten, but hey, we leven nu in een tijd waar alles duur is. En dan zeg ik van, ja en nee. Het is, wat stel je als prioriteit? Omdat alles is gewoon duur. Nothing is cheap anymore. But wat ben je bereid te doen om te investeren in je gezondheid? Wat ben je bereid te laten staan om over een 6 maanden je veel beter te voelen, gezonder te voelen? You know? So soms moet je dus iets laten staan om dat punt te bereiken. En de vraag is, zijn we bereid dat te doen? Ja. Oké. Ik ga proberen, laat me eerlijk zijn, ik ga proberen jouw advies over te nemen. Want je moet ook een sterke wilskracht hebben om het te doen. Hè? Ik kan niet generaal praten over andere mensen. Andere mensen. Maar ja, zo sterk ben ik soms ook weer niet om te zeggen, weet je. Want ik hou van lekker eten, weet je. Het is geen probleem. Meneer Farid, wilskracht is no problem. Mind you, je hebt altijd mensen om je heen. Nou ja, en je kan ze dus wel zeggen van, luister, dit jaar toch. Als je me een Berlinerbol ziet pakken, of something dat u vaker eigenlijk gebruikt, remind me. Remind me aan mijn voornemen om het niet te doen. Sometimes hebben we even een hart onder de riem nodig. Van, had je niet gezegd van dat je dat niet zou doen? Ja. Dus dat kan ook. Anyway, Wendy, bedankt voor je adviezen. Ik hoop dat de mensen die kijken en luisteren naar Kalajorkal, dat ze je adviezen ook over mogen nemen. Ik bedank je. Ik wens je veel succes voor dit jaar toe. En ik spreek de wens uit dat alles wat jij ook mogen gaan doen met jou en je familie en je vrienden, dat alles succesvol mag zijn voor dit jaar. Dank u wel. Ook voor u en uw familie.